Maar Gerben heeft natuurlijk die geniale vondst van dat geluid. Of dat er een kind wordt geboren dat huilt met het geluid van een straatvliegtuig. Het is een mythisch gegeven. Ja, het is een mythisch gegeven. Die daar wonen, rijke mensen, allemaal mensen met villa's. Hmm. En die vlogen de hele dag rondjes boven het meer. Er was altijd vliegtuiggeluid. En ik werd dus eigenlijk daar buitengewoon geïrriteerd daardoor. Maar ik werd geconfronteerd met het feit dat mensen dus op een hele mooie plek gaan wonen en dat vervolgens met vliegtuiggeluid kapot maken. En toen kwam ik op het idee. Ja. En toen heb ik de VPRO een briefje geschreven. Ja. En toen kreeg ik meteen een reactie terug. Uitwerken. We gaan naar die... allemaal wat maatschappelijk geëngageerd. We maken ons druk over de dingen. Dus jouw verhaal over dat vliegveldje viel binnen het kader van, we wilden geen activistische film maken, we wilden ermee spelen. Ook, en daarom werd het ook door zoveel mensen serieus genomen. De reacties waren echt overdonderend, zoals dat speelgoed dat werd gestuurd naar Schiphol voor de kleine jongetje. En, uitnodigingen voor de vakantie. Ja, uitnodigingen. Er was ook een vrouw die belde na afloop, ik ben hoog zwanger, maar ik woon dicht in de buurt van de spoorlijn. Kan het ook zou het ook kunnen zijn dat mijn kinderen gaan staan? Ik word op Piet Grijs, Hugo Brandskos, uit Parijs opgebeld. Die was door andere mensen gebeld wat ik nou heb gezien. Sommige mensen waren geïrriteerd omdat ze er waren ingetrapt. Het doet heel pijn. Wij hadden nooit gedacht dat iemand het zou geloven. Het zit vol met grappen. Ja. Helemaal bewust precies. Ingebouwd. Ja, maar dat maakte het eigenlijk alleen maar realistischer. Als maker ook de mensen ongelooflijk om de tuin kunt leiden met andere dingen. Als je het maar goed en geloofwaardig doet en zo. En dus eigenlijk ging het daar ook over, toch? Zeker. En we gingen ermee naar een festival in Italië, Prima Italia, het beroemdste televisiefestival. En na de vertoning, ik zat, er komt ineens een man en... En dat was het hoofd van de BBC-drama. Die zei van, dit heb ik nog nooit gezien. Dit is wat de... Nou, en we dachten allemaal, we hebben de prijs. Maar het is tegengehouden door een Rus. Okay. Jury zat. Maar later is het ook door de BBC uitgezonden en zo. Oh, ik ben totaal verrast, eerlijk gezegd. Door de perfectie van dit. Dat is echt de meesterwerk wat je gemaakt hebt. Mm.